Vandaag is er een open dag bij de biotoop. Nou heb ik wel eens van de biotoop gehoord, maar ik ben er nog nooit geweest. Het schijnt een broedplaats te zijn van ateliers, bedrijven, muzikanten en kunstenaars. En vandaag hebben ze hun deur open, dus ik ben heel erg benieuwd. Laten we gauw gaan kijken. We staan hier in jouw atelier en ik zie hier van alles. En wat maak jij zo al? Veel architectuur, gebouwen, soms vanuit fantasie en soms uit de realiteit. De biotoop heb ik geschilderd daar. En hier, dat is ook vanuit de fantasie. En ik vind perspectief vind ik heel interessant. Hoewel hier is het nog niet heel erg uitgewerkt, maar het is, ik vind het een hele grappige truc zelf. Dat je met behulp van zo'n draadje kun je al die lijnen kun je tekenen. En inspireert dat dan ook als je tussen al deze kunstenaars en kunstenaressen zit? Nou, het is eigenlijk wel zo. Het is wel een gigantisch pand met heel veel kunstenaars erin. Maar eigenlijk heeft iedereen de deur altijd dicht. Ik zelf ook. Je komt nooit bij elkaar op de kunstenaarskoffie? Ja, heel af en toe. Maar niet echt, niet heel veel. Dat vind ik eigenlijk wel jammer. Er valt hier heel veel te lezen achter ons. Wat ontwerp jij zoal? Nou, wat hier op de muur hangt, dat zijn vooral letterontwerpen. Waar ontwerp jij voor? Voor, nou ja, de meest herkenbare is hier, denk ik, hier de linker hier. Dus als je in Groningen woont, dan zie je die eigenlijk overal wel op straat en in het forum. En boven grote banieren, boven de straat en dergelijke. Want dat is ja, de Groninga, het lettertype van Groningen, heb ik gemaakt. Er gaat niets boven Groningen. Ja, die kennen we wel. Ja, die kent iedereen wel, denk ik. Ja. En hier achter je zie ik beelden. Wat zijn dat? Mijn collega's werk. Wij hebben in principe... Collega's werk. Kom eens, collega. Ja, samen zitten we hier in de studio en ik maak meer animaties eigenlijk. Dus bewegende grafische vormgeving. Ja, het zijn compilaties uit allerlei dingen die ik gemaakt heb. Hoe is het om hier te werken in het pand, de biotoop? Ja, dit is natuurlijk een hele gekke plek. Wat ook echt toch de creativiteit wel voedt. Ook dat industriële hier. Hè, dat vinden wij wel heel prettig. We hebben net een paar andere kunstenaars geïnterviewd. En die zeiden, nou, de deur gaat eigenlijk dicht en ik ben in mijn eigen kunstenaarswereld. Geldt dat ook voor jou? Tot op zekere hoogte, ja. Dat gebeurt wel, dat gaat toch zo. Dan heb je druk met je eigen dingen en dan sluit je snel in je eigen wereldje. En ook, nou ja, corona was natuurlijk, waardoor er ook geen open dagen meer konden zijn de afgelopen 3 jaar of 2 jaar. Ja, dus dit is ook voor de inwoners en de werkende mensen hier heel belangrijk. Dat het weer een beetje, dat je toch weet wat de buren ook doen eigenlijk. Ja. Zo'n open dag zorgt er dan eigenlijk weer voor dat je je buren leert kennen hier in de biotoop. Ja, ergens wel, ja, zeker. Dat is heel belangrijk, ja.